Ay. Was een hele relaxte zaterdag vandaag. En eigenlijk ook best wel een leuke zaterdag. Want ja, mijn dochter die was heel de tijd bij ons. Maar normaal gesproken sluit dat kind zichzelf op in de kamer en gaat gamen of gaat op naar videofilmpjes kijken op haar telefoon. Of ja, ze gaat er huiswerk maken, maar ze doet gewoon de ding, weet je wel. Maar vandaag was gezellig met haar vader en ik. Ja, hebben we toen een persoonlijkheidstest gedaan, want zij had een persoonlijkheidstest gedaan. En ze vond het zo interessant. De uitkomst van die test vond ze zo interessant voor zichzelf. Dus ze wilde ze die test, dat wij die test ook gingen uitproberen. Dat was wel leuk. Want het was wel heel interessant wat er uit die test naar voren kwam. Een stuk of 30 vragen moest je dan beantwoorden. Het is trouwens een Amerikaanse test. En ja, en als je alles had ingevuld, werd alles bij elkaar opgeteld natuurlijk. En kwam er een uitslag uit. En voor mij was het dat ik een architect, ik pas bij het persoonlijkheid van een architect. Dat is grappig. Maar dat betekent niet letterlijk dat je gewoon dat je het moet vergelijken met iemand die een architect is hoor. Maar gewoon de verschillende persoonlijkheden, die hebben ze een naam gegeven. En bij mij klopte het best wel wat ze zeiden. Wat ze bedachten, want ze hadden het over iemand. Een architect was iemand die dus heel erg geordend is. En iemand die echt heel erg op zichzelf is. Iemand die liever niet in groepen werkt. Grote groepen althans. En eigenlijk iemand die liever zijn eigen baas is. En ja, dat klopt wel. Ik heb er altijd moeite mee om in groepen te werken, omdat omdat ik echt gewoon mijn eigen ding wil doen. Ik wil gewoon op een bepaalde manier doorgaan. Ik wil gewoon op mijn manier iets doen. En daarom is het gewoon voor mij vaak heel lastig om ergens te werken, om de regeltjes te volgen. En volgens die regeltjes, of volgens dit, of volgens. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik ben echt iemand die gewoon mijn eigen baas moet zijn. Ja. Dat was het vandaag. Het was echt wel gezellig. Ik heb eigenlijk vandaag niet zoveel te vertellen. Dus night night. En nog een fijn weekend.